Ik ben nou eenmaal geboren met een afwijking sowieso in mijn rug. Dus ja, hoe ouder men dan wordt, des te erger dat ook gaat worden. Maar ja, dat is zo een punt erop. Ja, maar ik vind dat niet mooi. Dus ik heb het al. Die zet ik ook eventjes op. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer gezellig bij aanbeland. Het is vandaag, woensdag, de 26e van de 10e, 2022. En we leven alweer reeds om 13:52. De meisjes die heb ik al reeds uitgelaten. Ik zou er net al vloggen, maar er ging even wat mis. Ja, mijn geheugen was vol. Kan gebeuren, ik had het gisteren willen legen, maar ben ik niet aan toegekomen. Nee, dat heb je, hè, als je weer gezellig visite krijgt. Ik zou ook gisteren mijn zwager gebeld hebben, ben ik ook niet aan toegekomen. Die moet ik zo nog appen. En het moet vanmiddag verjaardag zitten, dus ik weet niet. Oh, daar mag ik sowieso niet vloggen, maar ik neem jullie wel mee, want je weet maar nooit of je wat onderweg tegenkomt. Al is het wat moois in de natuur. Je weet het niet. Nee. Sowieso moet ik eerst, voordat ik naar ze toe ga, ook naar de woonmaar. En ik heb hier een envelop met inhoud. Ja, dat gaat in de tas. En ik zal ook voor de vrouw des huizes even nog wat halen. De gastvrouw die krijgt ook altijd wat van mij. Ja, altijd leuk. Hi meisje. Ja, je gaat nou niet meer naar buiten. We zijn net binnen. Ja. Dus ja, wat er van komen gaat vandaag, ik weet het dus niet. Ik ga gewoon enkel wel op verjaardagsvisite. Maar daar mag niet gefilmd worden. Ze houden daar niet van. Nou ja, oké, wat jullie willen, ja. Het is jullie feestje, jullie moeten hetzelfde de slingers ervoor ophangen. Ik doe het niet en dit is mijn feestje en ik heb mijn slingers, dat gaat wel ophangen. Ik geniet van mijn dagelijkse dingetjes, ook al is het gewoon in huis. Ik geniet daarvan. En ja, ik word ook een jaartje ouder en ik ben nou eenmaal geboren met een afwijking sowieso in mijn rug. Dus ja, hoe ouder men dan wordt, des te erger dat ook gaat worden. Ja, krijg je meer problemen mee. En dat is een rugafwijking, ja. Kan je niks mee aandoen, dus het is nou eenmaal zo. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Mochten jullie willen weten wat voor een soort rugafwijking ik heb, schroom niet, vraag het gewoon. Je krijgt gewoon een antwoord en ik leg het uit. Desnoods, als je nog meer vragen hebt, ja, dan kan ik je altijd een link doorgeven waar je moet wezen om het echt erin te verdiepen. Ja, dan weet je tenminste wat ik mankeer en ja, het is daar, dat is niet het enige toch, ik mankeer nog veel meer. Want ja, hoe ouder je wordt, des te meer dingen je ook gaat merken wat je hebt. En het legt er ook aan wat voor jeugd jij of u hebt gehad. Ja, en is dat niet goed geweest? Nou ja, dan komen er meerdere dingen aan het licht. Hé, hey, een goede jeugd gehad, lieve ouders of wat dan ook, ja, dan heb je daar geen problemen mee, dan enkel misschien jouw afwijking die je van de familie hebt georven. Ja, dat je dat erfelijk is. Dat weet je niet. Bij mij is het erfelijk, mijn rugafwijking. En de rest wat ik mankeer niet. Nee, dat komt door mijn jeugd dat ik gehad heb. Maar oké, maakt het allemaal niet uit, lieve vrienden. Ik ga genieten. Ik moet nog mijn rat en mijn spin beter op mijn booster vastbinden. Dus dat moet ik ook nog doen. Dus ik heb nog een hoop te doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben dus weer thuis. Maar ik heb mijn jas aangehouden. Ik ga zo weer met meisjes uit. En als ik terugkom, ga ik jullie weer wat laten zien. Want ik heb een nieuwe heksenhoed gekocht. En daar ben ik helemaal blij mee. Ook heeft er eentje mij gebeld terwijl ik weg was. Nou ja, die heeft pech. Ja, ik ga nou nog niet kijken wie dat was. Kan er meerdere zijn.
Ik ga eerst mijn meisjes weer uitlaten. En dan ben ik weer terug bij jullie. Zo zeg ik tot straks. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb de honden uitgelaten, dus dat is weer reeds gebeurd. Het is nu ook alweer, even zien, Rijka, hou op. 18:25 uur. Ik zei hou op. Ja. Maar oké, ik zou weer bij jullie terugkomen. Jullie weten inmiddels dat het morgen donderdag is. En dat wij hier in Den Helder dan ook Halloween hebben. Want dan zijn de winkels allemaal open. Er is markt door het centrum heen, Halloweenmarkt. Er lopen heksen rond en andere spoken, geesten, alles is er aanwezig. En jullie weten dat ik dan ook als heks ga, maar er gaat er nog eentje als heks. En dat is een lieftallige kassière van de Vomar. Wij noemen haar altijd de zingende kassière, want ze is altijd een heel vrolijk en altijd een beetje zingen met de klanten aanspreken. En die gaat ook als heks uit haar eigen belang. Ze heeft ook zelf lollies gekocht, net zoals ik. En ik doe het al jaren. En nou doet zij het ook. Maar jullie weten dat ik een pruik heb met paars zwart haar. Daar heb ik zelf een hoed op gezet. Zwart met spinnenwebjes en spinnetjes erin. Maar ja, dat is zo een punt erop. Ja. Maar ik vind dat niet mooi. Dus ik heb het anders gekocht. Die zet ik ook eventjes op. Ook een puntmuts hoor. Een heksenmuts. Au, zat ik vast met mijn ring. Ga er nou even erin. Toen deed hij het niet. Hij wilde gewoon niet erin. Rijka blijft er af. Het is geen speelgoed. Hij viel. Zo. Even zien waar die zit. Ga fietsen stelen. Dan moet ik hem zo op hebben. Nee. En dan kan ik die punt ook slap hangen. Er zit ook een puntje aan die krom staat. Die kant op. Maar deze zit geen ijzerdraad, niks in. Dus heerlijk. Het blijft niet stijf staan of wat dan ook. Je kan nog gewoon hup. En als het een beetje waait, nou jee, toedelidoki. Wat ga ik nou doen? Ik vind deze veel mooier hoor. Gespint midden. Maar wat ga ik nou doen? Nou, ik prop hem gewoon weer even in elkaar. Dan blijft hij hier zo. Dan verkreukelt hij een beetje. Dan moet ik hem even weg zien te leggen. Nou ga ik dus deze weer pakken. Blijf bezig. Nou ga ik, want het zit met een paar steekjes hier en daar vast, dat weer loshalen. Dan zet ik die pruik op. Dan ga ik die pruik weer fatsoeneren, et cetera. Het is geen echte pruik hoor, het is gewoon ook weer nylon, maar ja, doet er niet toe. Maar ik ga hem dus fatsoeneren op mijn hoofd, als die goed eraf is. En dan zet ik die andere hoed op als hij gefatsoeneerd is. En die doe ik ook weer met spelden even vastzetten van waar moet het. En dan maak ik hem ook weer even met een draadje vast. Dan zit dat helemaal goed en dan kan ik hem gewoon. Hup, jullie daar naartoe. Hup. Nee, doe nou even. Ik wil even niet wat ik wil, hè. Nou ja, ik doe het even zo. Mijn rode haar zal er nog wel onderuit komen, maar ik heb geen spiegel erbij. Dus ja, even niet belangrijk. Dit moet allemaal voor de spiegel gedaan worden. Hè? Als het klaar is. Maar dan zet ik het met speldjes ook aan mijn eigen haar vast. Want wat zit er nou in die pruik? Ho, dan zit ik aan mijn oorbellen vast. Gaat goed, maar niet heus. Deze oorbellen gaat het dus niet worden dat ik die erin hou. Ja. Dat wordt het hem waarschijnlijk niet. Maar ja, hier zaten spinnetjes op. En dat gaat er nou af. Dus ik doe gewoon mijn gouden desnoods in mijn pentagrammen.
Dan blijf ik niet steken. Ergens in. Die zijn dicht rond. Maar wat zou ik laten zien? Oh ja, kijk, dit zit van binnen. Dus ja, dan kan ik daar haarspeltjes er doorheen doen. Dat het vast blijft zitten aan mijn eigen haar ook. Dus ja, dat komt goed. Dat gaan we straks doen. Ik heb gewoon zin in. Ja, we gaan er gewoon voor. Er zitten nog meer spullen in. Ja, er zitten meer spullen in, maar dat is... dat vloekie haar wat eerst aan die hoed zat. Ja, nou ja, dat is weer ook paars. Maar dat was maar heel, heel raar. Een heel andere kleur paars. Maar dat zat aan die hoed vast. Met een randje. Nou ja, wat... Oké, ik ken er altijd nog wat mee, maar... Ja. Hier heet het randje zo. En dat zat aan die hoed vast. Maar ja, hoed niet. Ik heb het binnenste buiten gedaan, geloof ik. Weet ik veel. In principe kan het weg. Ik kan het bij wijze van spreken wegbrengen naar... kijk, dit is de pruik die er nou aan zit. Ja, leuk toch? Ja, helemaal geweldig. Een wig heet het. Pruik. Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, wat zit er nog meer in? Oh ja, mijn neus. Nou, dat doe ik niet aan, want ik heb ook een piercing. Ja, ik had het. En ik zit met mijn ademhaling. Er zitten wel gaatjes in ervoor, maar ik krijg het benauwd. Dus dat moet me niet. Dus ja. Die kan ik altijd weggeven. Ik kan dat niet handelen met mijn COPD. Nou, dan heb ik nog van die gekke vingers. Die kan ik ook weggeven. Dus ja, het komt wel eens een keer goed. Voilà, voilà. Dat is iets, dat is een kleine miskoop geweest. Maar ja, wat ik bedoel, het was maakt heel goedkoop, hè. Ja, dus dat maakt allemaal niet uit. Nee, het was heel goedkoop. Dus dat valt wel mee. Voilà, dan kan dat even daarop. Zo, lieve vrienden, nou zeg ik een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Voor de laters die nog eten moeten, net zoals ik, zeg ik smakelijk eten. En ik hoop dat ik het niet vergeet, want ik ben momenteel weer, omdat ik zo bezig ben met van alles en nog wat, ben ik, sommige dingen vergeet ik dan om weer terug te komen, weet je wel. En ik moet nog kijken wie er gebeld heeft, moet ik ook nog doen. En ik heb een appje binnen, moet ik ook nog nakijken. Dus ja, ik heb nog druk. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Nou, zoals jullie zien, hij is alweer klaar. Ja, en dan valt gewoon zo om. Ja, dan moet ik hem openzetten. Dan blijft hij natuurlijk wel staan, maar een beetje wind legt hij weer om. Dus dat bedoel ik. Ja. Helemaal geweldig. En ja, jullie zien het. Geen ijzerdraden meer in. En het is maar net hoe je hem wilt. Desnoods strijk je hem. Oh nee, dat kan niet. Kan niet gestreken worden. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. En ik heb hem precies zo erop gezet. Dat hij niet aan mijn oor komt met die oorring erin. Nee, want daar moet ik ook nog voor mee naar de juwelier. Want ik heb er last van. Ja. Ik moet spul hebben dat ik het... kan ontsmetten. Maar dat komt wel. Ik hou morgen daar toch nog binnen, want ze zullen me op de foto zetten. Nou ja, dan doen we dat toch. Maar in ieder geval, dan kan ik dat ook gelijk vragen. Maar ik denk, ik zet hem precies zo erop dat ik nergens geen last van heb. Gezellig. En ja, jullie zien het. En nou is het nog met spelden vast. Ik ga hem nou zo meteen afdoen en dan kan ik hem straks even met een paar steken vastzetten hier en daar. En dan komt het allemaal goed. Dus ja, ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Zo lieve vrienden, het is alweer bijna 3 uur in de nacht van woensdag op donderdag. Ja, en dan gaan wij dus maar eventjes snel maar zien te maken om... in bed te komen. De dames die zijn nog hier.
Zoals jullie zien. En Elwin gaat er maar bij liggen. Hè? En Rijker ligt er nog bij en die gaat nou weer staan. Ja. Dus ja, we gaan lekker slapen. Ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Slaap allen heerlijk. En ja, gewoon tot aan de andere kant van de nacht. En ik wens jullie allemaal slaap lekker en gezond weer op. En ja, tot morgen maar weer. Doei.